Leuk dat je kijkt naar Wielerflits Live. Ook met Pasen zijn we er gewoon om de wielenactualiteit te bespreken. En dat doe ik deze week met Michael Bogert, Leo van Vliet en Jaap Stalenburg. Heren, hartelijk welkom. Leo, om met jou te beginnen. Voelde je het een beetje aankomen dat er zo'n koers gemaakt zou worden gisteren? Hey, ik heb het natuurlijk zelf een beetje verzonnen. En ik voelde in de aanloop deze week met journalisten, even met de ploegleiders zaterdag heb ik veel gesproken en ook met renners. En toen dacht ik, ja, dat gaat echt gewoon wel een beetje gebeuren. Ja. En toen we gestart waren en Lars Boom ging als eerste demareren, ik denk, er hangt iets in de lucht vandaag, want dit hebben we nog niet meegemaakt. Nee. Jaap, jij ook opgelucht dat er eindelijk eens een keer een mooie koers in de Amsterdam Gold Race is geweest? Nou ja, ik zei net ook al te Leo, als wij aan het einde alleen maar aan het zeiken zijn over security mensen bij de finish, dan is het een fantastische dag geweest. Het was een hele mooie koers, er gebeurde veel. Ja. Ik heb het gevolgd vanuit de VIP-tent als gast van Lotto ook. En een fantastische dag gehad. Ja. En iedereen, het zat echt op het puntje van de stoel. Zowel oud-profs als gewoon mensen die toevallig in zo'n VIP-tent komen binnenwandelen. Het was echt, ik vond het eigenlijk met Parijs-Roubaix eigenlijk wel de mooiste van het voorjaar. Tot nu toe. Michael, jij zei vorige week, het zou niet mijn finale zijn geweest. Nou, zoals ze gisteren reden wel. Ja, nee, precies. Dat was de vraag. Nou, ik zei van, kijk, de Amstel, dat is wel grappig in mijn situatie. Ik heb verschillende Amstels gereden met verschillende finales. En bijvoorbeeld die MKZ-crisis in 2001, die moest Leo totaal het parcours omgooien. En dat vind ik nog altijd de mooiste editie, want toen lag het echt helemaal aan bonken. En dat gebeurt, maar dat gebeurt door de renners. En dat wilde ik eigenlijk vorige week aangeven. Ik heb natuurlijk gedacht, toen Leo met dit parcours kwam, een kleine aanpassing, want zoveel was het natuurlijk niet. Dacht ik, oké, hoe had ik dat aangepakt in mijn loopbaan? Maar dan had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan als wat ik altijd deed. En dat was gewoon waar ze nu gingen, Kruisberg, IJzerbos, Vromberg. Daar de koers hard maken. En daar hadden we ook wel weer in mijn tijd een oplossing voor. We gaan zo meteen uitgebreid even die finale bespreken. Gisteren was natuurlijk ook de eerste editie van de vrouwen. Voor de uitzending sprak verslaggever Juri Eindse kort met de koersdirectrice daarvan, met Leontien van Morsel. Ik heb tegen de vrouwen gezegd van, ja, wij strijden voor gelijkwaardigheid en laten jullie zien wat je eigenlijk al de afgelopen jaren laat zien. En dat is koers. En dat hebben ze laten zien. Ik kreeg ook na de wedstrijd een appie van Chantal Blaak. En die zei, Leontien, was dit wat je bedoelde? Ik zeg, ja, dit is wat ik bedoelde. Maar dit is ook wat heel Wieler Nederland wil zien. En dit is ook wat jullie nu zijn. Het is echt gewoon fantastisch om dit soort koersen te volgen. Wat zei Leo van Vliet na afloop? Leo van Vliet, ik ben heel blij met Leo en ik denk dat Leo en Amstel ook heel blij is met mij. Weet je, we hebben dit echt met elkaar gedaan en tijdens mijn wielercarrière heb ik deel uit mogen maken van fantastische teams, maar ik ben echt in een warm bad terechtgekomen. We hebben hele mooie, gezellige, sportieve weken in de voorbereiding met elkaar meegemaakt en ik denk ook dat dit het resultaat is. Twee hele mooie winnaars. En Leo was zelfs ontroerd, ook na de mannenkoers. Dat is gewoon een winnaar. Ja, dat was natuurlijk Gilbert natuurlijk helemaal geweldig. Leo was emotioneel. Nou, dat zegt genoeg. Ja, Leo? Ja, daar ben ik natuurlijk. Ja, voor mij, ik ben altijd met iets bezig. En dan heb ik toch een soort ontlading, weet je wel. Ja. Je bent zo mee bezig en je moet overal zoveel heuveltjes nemen, net zoals in Limburg. En als je die er genomen hebt en het resultaat is zo. Ik was halverwege in de koers natuurlijk al heel voldaan met die mooie overwinning van Anna van Breggen. Kon je daar wat van meekrijgen eigenlijk? Want jij zit er midden in. Nee, want het was natuurlijk best ook wel spannend. De mannen vertrokken veel harder dan normaal. En dus ik zat met de schema's. Ik heb ook een app in de auto waar ik verschillen kunnen zien. En ik had contact met Roy Pakbier in de auto en ik zei, ja, wij liggen een minuut of zeven voor. Hij zei, nou, dat maakt niet uit, want de dames liggen ook 5-6 minuten voor. Kan die reden helemaal verschrikkelijk hard. Nou, we hebben natuurlijk in 2004 natuurlijk zoveel stress gehad dat ze elkaar bijna tegenkwamen. En we hebben natuurlijk in de voorbereiding zo vaak berekeningen gemaakt, maar je hebt toch iets dat je denkt van, ben ik iets vergeten? Dat liep goed en dat geeft je natuurlijk een beetje rust en dan
Ja, we konden de koers volgen in de, met de televisie in de auto. En de dames hebben zo snel gereden dat ze eigenlijk van hun eigen uitzending een kwartier afgehaald hebben. Dat was wel jammer. Want Jaap, het was ook reclame voor het vrouwenwielrennen. Ja, zeker, zeker. Wat ook wat de NOS ook keurig gedaan heeft met die live-uitzending erbij. Het is mooi geïntegreerd in het totaalprogramma. Ik vind zeker reclame. Ik vind de laatste jaren sowieso, hadden we gisteren bij een biertje, hadden we daar een leuke discussie over, dat het vrouwenwielrennen zich de laatste jaren sowieso goed in de etalage heeft gezet met aansprekende sportsters die er ook echt een mooie strijd van maken. Laten we even kijken ook naar de uitslag. Ook niet met alleen de dominantie van één of twee coureurs. En vooral ook twee op de nummer drie. Ja. En, dat heb ik nog nooit in een wielerwedstrijd meegemaakt. Nee, dat was voor ons een groot probleem. Ja. Want wij hebben natuurlijk een soort format waar de uitslag in komt. En ze zijn een half uur bezig geweest om dat format, hoe moet je dat aanpakken? Om twee drietjes neer te zetten. Is dat zoveel werk om twee drietjes, om een extra drietje? Nee, maar dan zit dat dus gestandardiseerd. Ja. Ja. Dus hoe moeten we dat aanpakken? We hebben gelukkig goede mensen. En die misters, dat is ongelooflijk hype in de publiciteit geweest. Ja, dat was een idee. We zijn natuurlijk de hele winter bezig geweest. Hoe ga je nou een activatie eromheen doen en hoe krijg je nog een beetje meer aandacht voor die dames? En toen kwamen ze van het marketingteam van Amstel. Ja. Er werd ook wel gezegd van dat jij lange tijd die vrouwenkoers er misschien niet helemaal van overtuigd was. Het is natuurlijk toen dat verhaal van 2004 was het volgens mij. Dat ze elkaar bijna tegenkwamen. Dat is het zwaarste uur in mijn leven geweest om een beslissing te nemen. Van je zit in de auto, je wordt gebeld. Je zegt, Leo, het gaat niet goed. Die dames rijden veel te langzaam en die heren rijden veel te hard. Ja. En dan ga je, dan moet je de boeken. Toen hebben we de dames een stukje ingekort. En achteraf had het geen probleem geweest. Maar dat hier in deze, we zijn zoveel jaar verder. Ja, en dat heeft heel lang eigenlijk een beetje doorgewerkt, maar die dames werden beter en andere wedstrijden gingen de dames ook doen. Ja. Wij waren ook toen wel een beetje een voorloper. Ja. En nu dit jaar met Anne van der Breggen. Dat is geweldig, echt. Ja, en de echte. Ik was in Rio en ik stond met de marketingbaas van Amstel. Ja. En we waren de wedstrijd aan het volgen. Annemiek van Vleuten lag op kop, dus ze zei ook al, we moeten wat gaan organiseren hier van de week nog. En ik zei, jongens, rustig. En ze valt. Toen Anna maakte het weer goed. En dat was, toen waren ze ook van het team zo enthousiast. Ze zei, wat is dit voor een mooie sport? En ga alle wedstrijden maar kijken. Het was gisteren ook een supermooie wedstrijd. Dus ze verdienen het. En wij werken er al mee. En we hebben het ook willen doen op een manier. Hè, de presentatie op het stadhuis. De dames en de heren door elkaar. Dus uniek in de wereld. Daar kreeg ik al zoveel reacties op. Maar dat gaat ook zo blijven. Dat gaan we nog allemaal verbeteren. Weet je, dit was gewoon geweldig. Voor die dames, als je die Kouwbergen komt. Als ik zelf de Kouwbergen elk jaar oprijd de eerste keer, dan heb ik zo'n dik kippenvel. Ik denk, jezus, daar doe je het voor. En daar is die dames, die hebben dat ook gehad gisteren. Herken je dat, Michael? Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Nee, Amstel was altijd de koers waar. Ze hebben het er altijd over dat er in Vlaanderen zoveel mensen staan dat in Nederland dan tegenvalt. Ik heb zelfs als een Belgische renner van Summeren was dat destijds toen ik nog koers. Die zei, nou krijgen we weer een koude douche, want dan moeten we ineens naar de Amstel en daar staat niemand langs kant. En toen toevallig reed ik die dag een keer naast hem en ik zei, het valt tegen vandaag met de. Met het publiek, want in Amstel staat er gewoon net zoveel volk als in Vlaanderen. Ja. En nu ook, we hebben het net al heel even over gehad, die nieuwe finale. Meer dan 50 kilometer spektakel in het slot. Dat is geweldig. Kun jij nog herinneren hoe lang dat geleden is dat nog eens een keer is geweest, Jaap? Ik kon me niet herinneren dat de Amstel zo spannend is geweest. Het is altijd wel spannend geweest met de finale met Michael. Manier. Ja, met Michael. Maar dat was vanwege Wij gingen eigenlijk op dezelfde, alleen wat wij niet hadden was dat rondje. En ik vind het schitterend hoor, want ik heb gisteren ook genoten. Maar ik denk in dit huidige seizoen, de trend in het koersen, dat als de Kouwberg er wel in had blijven liggen, dat ze op dezelfde manier hadden gekoerst. Want ook Schubert of Van Avermaat, die gaan niet wachten tot de laatste keer Kouwberg en dan het risico nemen om met Matthews of Cobrelli of Maar het was toen wel altijd het geval dat ze op Kouwberg meestal waar weer werden gegrepen. Ja, maar omdat toen
maar nu niet. Want 3 kilometer, dat is 3 kilometer meer. Want het is naar beneden en omhoog. Dus dat is een ommetje van 2,5 kilometer. Ik ben er natuurlijk een paar jaar mee bezig geweest. Van jongens, want ik zat ook in die auto. Dat ik denk, wanneer is het uiteindelijk begonnen? Dat je dacht van nou, luister naar de criticasters. We hebben natuurlijk ook al een wisseling gedaan met dat rondje erbij, weet je wel. Maar, en dat de eerste jaar was ook alles ontregeld. Want toen was gewoon een mooie koers. Het is alleen 14, 15, 16 dat het wat gecontroleerder was. Nou ja, dat is dan 3 keer gebeurd. Maar op zich. Weet je, het is ook wat de mensen erover zeggen. Want nu was het net of Amstel altijd een saaie strandkoers is geweest. Daar ben ik gewoon eerlijk in, ook met journalisten en alles, daar ben ik gewoon eerlijk in. Het is alles wat er geroepen is, vooral vorig jaar. Als je dat allemaal op een rijtje zet, het slaat nergens op. Van, we moeten in Roermond starten en in Maastricht weer finishen. En je moet op een vlakke weg en dan moet de helft van de beklimmingen moeten eruit. Ja, denk bij mij, maar... Of als je echt iets wil veranderen, moet je dat. Maar we willen niet echt iets veranderen. We willen, en hoe simpel was wat ik nu gedaan heb? En voor mij als organisator, met zo'n heel weekend, met die 15.000 toerfietsers. Met Valkenburg als, wielrennen in Nederland is toch Valkenburg. En de winnaar voor de 4e keer, Philippe Gilbert. Ben je daar als koersdirecteur tevreden mee? Nou, volgens mij kun je dat wel een beetje zien. Maar, of Kwiatkowski. Maar ik heb natuurlijk ook door die jaren ook een band opgebouwd met Gilbert. Ja. Natuurlijk, hij staat in de grot en als ik hem bel, dan is dat... Ik heb een appje, je kent je laten zien. Ik heb hem maandag geappt. Ik zeg, en de 4e? Ja. En toen zegt hij, nou, moeilijk met dit parcours en alles. Ik zeg, ja, gewoon op 30 kilometer weer aanvallen. Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen. Ja. Ja, en toen zegt hij weer, ja, maar dan moet je wel zorgen dat er een brommer voor rijdt. Ja, zo hebben we een beetje, en toen, daarna hebben we niet meer gesproken. Ik zeg, maak de koers maar hard. Ja, het staat er gewoon 100% in. Ja, wat zei hij achteraf? Ja, achteraf was hij ook een beetje timide, maar dat is ook wel gebleken. Dat hij natuurlijk, hij vertelde me wel, ik was nog heel zwaar gevallen, dus op een gegeven moment dacht ik, het is helemaal over, maar hij ligt nu in het ziekenhuis, ik heb hem vanmiddag gesproken. Ja, hij is gevallen en, op zijn rug. Ja, bij 3 landenpunten is hij gevallen en heeft hij een stukje opgelopen. Ja, ongelooflijk dat hij die koers dan op die manier nog uitgereden heeft. Nou, het was een behoorlijke blessure, toch? Ja, nee, want hij is daarna... Hij was ook bij de persconferentie een beetje kort. Ja. En hij had gewoon last van zijn rug. En maar na het eten, toen is hij... toen zei ze, we moeten gaan toch maar naar het ziekenhuis. Toen is hij naar het ziekenhuis en hij is niet meer teruggekomen. Wanneer hoorde jij dat hij in het ziekenhuis lag? Nou, vanmorgen. Vanochtend pas. En dus toen heb ik even wat rondgebeld. Maar toen heb ik hem zelf gebeld. En ik heb 10 minuten met hem gesproken. En wat heeft hij precies, Leo? Nou ja, iets met bloed. Hij plaste bloed ook bij de dopingcontrole al gisteren. Oh, dat is maar dan denk je misschien maakt zijn zegen wel nog een stukje straffer. Ja, want dit zegt, dan maakt zijn zegen nog een stukje straffer. Ja, natuurlijk. Dus, het is heel bijzonder dit. Ja. Hier de tweet van hem. Dat scheurde neer is volgens mij buitengewoon pijnlijk. Het eerste wat hij toch zei, dat hij natuurlijk jammer was dat hij niet door kon zetten nu. Want hij is natuurlijk in zo'n... Ja, ik zei, veronderstel dat het 4 weken geleden gebeurt, dan heb je niks. Ik ben dan bij mij pas altijd half vol, laat ik het zo zeggen. Michael, wat was voor jou het hoogtepunt in de koers? Nou, die hele finale, ik vind dat moeilijk zeggen van dit was het hoogtepunt. Ik vond het eigenlijk, ik wist dat het goed ging komen. Toen, kijk, ik was ook eigenlijk heel nerveus, want ik gun Leo ook een mooie koers. En zeker als je ziet wat we dit jaar allemaal hebben voorgeschoteld gekregen. Echt alleen maar schitterende wedstrijden. En dan wil je natuurlijk ook dat het in de Amstel zo is. En op het moment dat BMC gaat rijden, toen wist ik al van dit gaat goed komen. Want die wilden zo hard dat gat dichtrijden. Of dat deden ze ook. En dan weet je al, oké, dat is niet om te controleren. Ze willen gewoon voor Gulp in de berg. Willen ze alles bij elkaar hebben. En dan Van Avermaat had het gewoon het idee om te gaan. En waarschijnlijk was hij of niet goed genoeg of was dat te ver van achteren. Maar toen wist ik wel van oké, dit gaat. Die gaan niet zo hard dat gat dichtrijden om het dadelijk uit handen te geven. Ja. Dus dat gaat een mooie finale worden. En dan zie je dat die Keutenberg niet liegt, Jaap. Die liegt absoluut niet, maar dat wisten we al. Ja. Maar dat was onderdeel. Dat was voor mij echt het strijd van Keutenberg. Dat was voor mij het hoogtepunt van de finale. Kwiatkowski die daar zo de best. Ik denk dat Kwiatkowski individueel de mooiste move gemaakt heeft. Hoe hij daar daarna toe reed. En als je dan daarna kijkt, ik heb vanmorgen nog niet veel tijd gehad om die beelden goed te kijken. Maar als je dan daarna ziet dat Valverde en vanavond maar vol zitten te rijden op 100 meter. Wat is 100 meter voor zulke... Ja, vol inderdaad. Ja. En dat ze er gewoon niet bij kunnen. Ze komen niet bij. Ja, er zaten geen pannenkoeken natuurlijk voor. En allemaal gasten. Kijk, die Albacini was verleden jaar achter Poels in Luik. Maar was eigenlijk toen de man in koers. Je ziet
De drang om die koers anders te doen was bij die renners nou, net zo groot als bij de ja. van ons. Weet je, alleen die ene jongen van, hoe heet die? Ja, Rogas. Rogas reed niet die, op. Alles reed, alles reed volle bak rond. Nou, ja. Dat zie je toch, altijd, het is altijd wel een aarzeling. Ja. Ja. Is er niet het gevaar van dit jaar wist niemand hoe ze op deze koers moeten reageren, op deze nieuwe finale, dat volgend jaar misschien nog weer hetzelfde gebeurde als tweede jaar met de extra Luskouwberg? Nou, ik denk wel de boodschap een beetje gegeven is. Ik denk dat dit een signaal is dat de echte wielrenners moeten gewoon weer gaan rijden. Ja, want het is een beetje de tendens het hele voorjaar, Jaap. Ja, maar er speelt iets meer. Ik heb daar heel toevallig vorige week bij Lotto Jumbo met wat mensen over gesproken. Het niveau van het komt heel dicht bij elkaar. Er wordt zo vreselijk veel en intensief door die renners getraind. Het niveau wordt echt steeds dichter bij elkaar. Als je nu bijvoorbeeld, maar dat is niet voor de klassiekers. Als je nu bij Altaire op Tenerife komt, daar rijdt een half peloton die berg op en af de hele dag. Dat is onvoorstelbaar. Nou, het hotel zit zelfs vol. Het hotel zit het hele jaar vol. Ja, ik was zelf bij de Ronde van Catalunya. Daar is gewoon een massasprint bergop geweest. Ja, dat was het. Ja, en uiteindelijk houdt in dat die beste renners, die willen dan eigenlijk toch. En die willen dat extra. Die denken, nou ja, nu is gebleken dat als ze eerder gaan, dat ze wel de beste kunnen zijn. Ja. En als ze maar wachten en wachten en ze komen bij die Kouberg, die voorlaatste, wat normaal de voorlaatste keer was. Dan, als je terugkijkt, ik heb het natuurlijk zo van dichtbij altijd gezien. Dan wordt er een tempo gereden waar nog net iedereen kan volgen. En nu hebben ze een tempo op die Kruisberg gelijk onderin. Ja. Waardoor iedereen... En dan rij je hup naar beneden en weer omhoog. Ja. Want het is ook wel gebleken dat die Kruisberg, IJzerbosweg, Fromberg, Keuterberg is gewoon dodelijk. Ja, daar moet je daar, dat was ook in onze tijd ook. Ja. Maar daar moet je wel iets doen als je daar blijft zitten. Of je laat een ploeg controleren. Ja, dan gaat er natuurlijk helemaal niks gebeuren. Want het makkelijkste is om Kruisberg, IJzerbos, Fromberg gegroepeerd als team over te rijden. Dat is het makkelijkste wat er is. Als je maar van voren zit op Kruisberg. Want dan gooi je gewoon de boel plat. En dan gebeurt er niks. Ja, en wat je de laatste jaren zag, dat ze dan allemaal naast elkaar erop reden. En dat er een renner, met alle respect, van een tweede garnituur demareerde. Dat ze Ja, nu ging er gewoon een topfavoriet. Maar nu ging... Hoe heb jij gekeken naar de prestaties van Lotto Jumbo? Ik vond Lindeman heel goed. Hij moest lossen, maar... Vaak heeft hij een finale gereden van zo'n grote koers. Maar ik vond het in ieder geval heel stoer en getuige van lef dat hij wel met Gilbert en die mannen meesprong. En ook gewoon zijn kop deed. Het was maar eigenlijk een korte periode dat erbij zat, maar ik vond het wel goed. En hij reed ook goed in Brabants spel. Ja. Ziet gewoon dat hij in vorm is. En die jongen moet meer van dit soort finales rijden om over 2 jaar of volgend jaar of over 2 jaar niet meer gelost te worden in de finale. Laten we even luisteren naar de reactie van Bert-Jan Lindeman. Nou, druk merkte ik niet. Ik denk dat we bijvoorbeeld in Baskeland hebben we 2 ritten gewonnen. Afgelopen woensdag was het goed. Dus druk heb ik nooit gevoeld. Maar we willen gewoon graag goed en zichtbaar koersen. En laten zien waar onze hart ligt. Bij koersen, bij wedstrijd maken. En dat hebben we geprobeerd. Ja, geprobeerd de wedstrijd te maken. Zichtbaar zijn, zegt hij. Was ook met Lars Boom het geval. Viel het jou op? Wat me een beetje opviel. Ik moet een groot compliment maken naar de ploeg van Michael en Roompot. Dat is niet bijna... van mij hoor, op dit moment. Nou, jij bent daar nog wel een beetje bij betrokken. Nee, helemaal niet. Dat mag toch niet gezegd worden, hè? Maar dat ik niet zo zeg. Je zit alleen in de huisjes, af en toe in de huisjes. Laat zeggen dat Michael af en toe een kop koffie krijgt als hij de bus passeert. En als de bus dan niet bij een koers staat, laten we het helemaal juridisch. Maar wat ik heel goed van dat Roompot vind, dat bij alle koersen dit voorjaar, is er een ontsnapping, zit er een Roompot bij. En die rijdt ook gewoon volwassen mee, ze zijn in beeld. Nou, en bij Lotto Jumbo hebben we natuurlijk vooral Lars Boom gezien en de laatste 2 keer ook Bert-Jan Lindeman. Maar Boom, op het moment dat dat Boom ons niet meerijdt, onzichtbaar is, is die hele ploeg onzichtbaar. En dat is toch wel een beetje een punt. Laten we even kijken naar de reactie van Lars Boom in afloop van zijn avontuur in de kopgroep. Nou, voor mij blijft natuurlijk nog gewoon een hele teleurstelling, zeg maar, de andere koersen die ik heb gereden. Ik bedoel, vandaag zit je in een ontsnapping, maar daar koop je eigenlijk ook niks voor. Dus ik ben blij dat die jongens vandaag goed rijden en dat ze draaien laten zien en dat je daar toch een klein aandeel in hebt. Ja. Was het geen strafkamp voor hem, zo'n vroege vlucht? Nou, dat denk ik niet, want anders gaat hij niet meespringen. Ik denk dat hij... Kijk, voor Boom is het natuurlijk... die hebben een dramatisch voorjaar gereden en dat beseft hij zelf. Ik hoop dat hij dat zelf ook beseft natuurlijk, maar eigenlijk hoorde niet dat een renner van zijn statuur de vroege vlucht pakt in de Amstel Cold Race. En zou die... Maar toch mooi eigenlijk dat hij toch
misschien die trots overboord gooit en zegt van ja, tuurlijk, dat is het enige wat ik kan doen. Aan de andere kant kan hij kan zijn trots ook overboord gooien om bijvoorbeeld Bert-Jan Lindeman naar Kruisberg te brengen. Want dat kan Boom natuurlijk als geen ander. Die kan door de wind rijden. En die, als je een hele dag zo voorop kan rijden, kan je dat ook. En ik denk dat er eigenlijk andere renners zouden moeten zijn binnen die ploeg die de vroege vlucht moeten nemen. Ja, maar nemen. Ik denk na zijn toch hele moeilijke voorseizoen. Ja, vind ik het toch wel dat hij denkt, ja oké, okay, ik ga dit doen. En ja, ik vind het toch wel, weet je, je kan niet in één week een betere conditie of een ontsnapping. Hij wou het toch niet helemaal. Hou eens even laten zien. En ja. Nou, en er was in aanloop naar de Amsterdam Gold deze week nog wat ophef over het aantal Nederlandse toppers dat er niet was. Nou, hebben ze gemist? Nou, daar wil ik juist, dat wil ik wel even zeggen, dat zat ik net al aan te denken. Ik denk, als die de tv gekeken hebben, dat ze denken, nou, als we nou volgend jaar de Ronde van Italië moeten rijden, dan wel. Dit kan Mollema toch ook? Ik wil het een beetje nuanceren. Kijk, Geesink had in mijn optiek daar gewoon kunnen rijden. Die had moeten rijden. Die rijdt woensdag ook in de waterspel, punt. Ja. Maar dat met name Mollema, Dumoulin en Kruiswijk tegenwoordig een andere route kiezen richting Giro met meer hoogtestages, want dat doet de concurrentie namelijk ook. Ja, maar Geesink breidt zich voor op de Ronde van Californië. Ja, maar Geesink die rijdt volgende week. Hij rijdt woensdag. Woensdag rijdt hij wel de Waalse Pijl. Dus hij rijdt wel de Waalse Pijl. Ik denk ook dat bijvoorbeeld Geesink, ten eerste, hij heeft podium gereden in 2009. Ja. Toen reed hij heel aanvallend. Bovenop Keutenberg sprong hij. Als hij goed wil, zij wil goed zijn in Wallonië. Ja. En, of precies, in de Waalse Pijl. Dan denk ik dat het helemaal niet verkeerd is om ook een Amstel te rijden in voorbereiding op bijvoorbeeld Waalspel. Want je hebt altijd, dat weet jij ook als ex-renner, een hardheid van een zware koers. Als je die eenmaal in je benen hebt, dan ben je de koers daarna vaak beter. En ja, ik vind dat eigenlijk, dat is de enige renner waarvan ik denk, van waarvoor rijdt hij niet de Amstel? Want hij had dit ook gekund als hij goed is. Ze hebben de laatste jaren natuurlijk heel erg gekeken naar die laatste klim. En die exclusiviteit heb Mollema niet, die heb Dumoulin niet en die heb Geesink niet in Kruiswijk. En als ze gisteren gekeken hebben, denken ze... Ja, Dumoulin die zei het al, hè, van ja, als ik volgend jaar hoop, ik er weer bij te zijn. Maar ik denk dat Geesink... Nou, voor Geesink was het sowieso beter was. Ik denk dat hij gisteren zeker gedacht had van nou... Geesink gaat erbij moeten zijn. Want als Bert-Jan Lindeman op de Kruiswijk meegaat, dan moet Geesink kan dat zeker. Ja. Maar ook, al was het parcours helemaal vlak geweest, dan vind ik nog dat hij eigenlijk Amstel had moeten rijden in dienst van. Ja, maar jij bent al een jongere oud-renner als ik, als wij zulke dingen gaan zeggen. Ja, die lui hebben er helemaal geen verstand meer van. Alles is veranderd. Nee, maar gewoon te kunnen rijden. En kijk, voor een Dumoulin en een Mollema, want het is nu nog drie weken naar de Giro. En die mannen kunnen niet top zijn. Ja. Die kunnen niet top zijn in Amstel. En dan nog bijvoorbeeld een hoogstage gaan doen. En dan ook nog top zijn in Giro. Dat is gewoon heel lastig. Ja. Dus voor die mannen is het gewoon, die hadden heus wel. Mollema heeft altijd gereden. Ja. Dus als die Giro niet had... Dat ze alle drie nou weg zijn. Alleen, het komt ook een beetje op gang doordat het mij gevraagd wordt in interviews. Ja. En dan gaat ineens... Maar Van Avermaet roept gisteren op de Nederlandse tv van... Ja, ik kan niet begrijpen, maar dat is geen klassementsrenner. Die hoeft niet naar de Giro, naar de Tour. De vraag, hebben ze gemist? In principe niet. De koers was toch mooi, Geesink, ook zonder, hè? Geesink vond ik wel, die had gewoon moeten rijden. Ja, maar goed. Roompot? Ja, ik zat er weer bij, en ik moet zeggen. Ja, hun beste man in deze koers, hoe heet het? Nick van der Lijken. Nick van der Lijken. Nou ja, 23. Als ik die, dat is gewoon een geweldige goede renner. Maar weet je, om die stap hoger te maken, nou, dat weet Michael ook, dat is moeilijk. En ja, Wenig was er niet. Voor Wenig had dit ook wat geweest. Tuurlijk, Wenig die is ook drie weken op hoogte geweest om hier goed te zijn. En Wenig hebben die heeft gewoon, die had zeker een Wenig in goede vorm. Die kan mee met zo'n groepje. Dat twijfel ik niet over. Laten we eens even kijken naar de reactie van ploegleider Jean-Paul van Poppel, die tevreden was met de prestaties van zijn renners. Ja, ik denk het wel. Dus in eerste instantie wil je graag mee in de vroege vlucht en dat is gelukt. Het ging iets makkelijker dan vorige week. Wat vorige week niet wilde lukken, dat ging nu al heel snel, maar 10 kilometer of binnen 10 kilometer. Ja, het kreeg je ook niet helemaal cadeau, want er sloten heel snel mensen aan en werd wel goed doorgereden de hele dag. En uiteindelijk, ja, ik denk dat met 6 nieuwkomers hier, jonge gastjes, dat die heel ver zijn gekomen. Ja, je merkt nou wel dat de kilometers na 260 kilometer breekt dan toch op het laatste. Dan wordt het net even te veel, maar we zijn heel bijzonder tevreden eigenlijk over het geheel. En met Nick een uitstekende klassering in de groep, achter de kopgroep. Ja, heel mooi. Wellicht zelfs beste Nederlander. Wellicht, ja, we weten het nog niet. We hebben de uitslag staan nog, de eerste 10 heb ik nog maar gezien. En het lijkt erop dat hij misschien in ieder geval, of misschien de eerste Nederlander is. Rond de 20, 25e plek zat hij, dus moet even afwachten.
Ja, uiteindelijk was hij tweede beste Nederlander, was de eer voor Langeveld. De enige klassieker waar ze de vroege vlucht, Parijs-Roubaix de enige vlucht waar ze het niet hebben gehaald. Maar dat was ook niet. Maar er waren drie man en dat dus was. Die zaten er altijd. Ja. Ja. Die hebben ook, die hebben nooit meer dan 30 seconden geloof ik gehad in Roubaix of een minuut. Maar ik vond hem gisteren, als ik het vergelijk met het eerste jaar, toen was ik daar ploegleider en toen er werd doorgetrokken, zag je toen heel veel renners terugkomen van Robot. En nu met gisteren Riesebeek heel lang op de eerste rij gereden, tot diep in de finale. En ja, dan weet je gewoon, dadelijk is het 220 kilometer en dan wordt die jongen gewoon afgeschoten. Maar alleen omdat hij daar al zit en wringt en wil beginnen als eerste, dat die jongen maakt stappen, dat zie je gewoon. Eigenlijk hetgene wat je een beetje miste in Parijs-Roubaix, waar ze niet al... Nee, dat die deden ze hier wel. Ja. En ik vind wel dat Lichtart misschien iets te veel... Kijk, wat ik bijvoorbeeld dan weer niet kan begrijpen, dat is als je gisteren... De vroege vlucht was zo vertrokken. Ze hebben een man mee. Ze hebben een man mee en ik snap dan niet dat sommige jongens niet kunnen omschakelen en gelijk zeggen, oké, bam, we hebben de vlucht niet gehad. Dat was het doel, we hebben dat niet gered. Ik ga me nu bij Van der Leijken of bij Lichtart zetten. En ik zorg gewoon, ik rij me helemaal leeg tot ik niet meer verder kan. En dan zou ik maar 180 kilometer rijden. Maar dan zorg dat je dan Lichtart en Van der Leijken, die de kopmannen waren, zorg dan dat je die probeert zo min mogelijk goed. Hoe weet je dan of ze dat wel of niet gedaan hebben? Dat zie je, dat heb ik gezien. Dat was redelijk gezien. Ja, dan leek even andere dingen als ik. Maar dat zie je. Pak ze dan toch meer hun eigen kans, kijken hoe ver kan komen? Ja, dat heb je natuurlijk wel met jonge gasten die nog wel een beetje gecoacht moeten worden in dat. En misschien ook bang zijn om afgebrand te worden, of door ploegleiding of door pers, als ze niet zouden uitrijden. Maar ik denk dat als ze dat nog een beetje kunnen overboord gooien, dat gevoel, dat ze zichzelf ook een hele grote dienst kunnen bewijzen en ook daardoor groeien. Maar dat zijn kleine dingetjes die moeten worden aangepast. Maar ik vind dat het niveau van Roompot is vele malen hoger dan 2 jaar geleden in de breedte. Wij doen altijd een oproep aan onze kijkers met vragen voor jullie, voor onze gasten. Laten we even kijken wat er vandaag is binnengekomen. Het is een vraag voor jou, voor Leo. Dat tweede biertje voor Joubert. Je wordt toch altijd weer teruggepakt op een of andere manier. Nou ja, het is natuurlijk heel goed bier, dus daar kan het dan niet gelegen. Daar kan het niet aan hebben gelegen, nee. Het wordt echt die valpartij zijn geweest. Ja, ik denk het. Ja. Goed, nog eentje. Ja, dat was een, ik weet niet of we hem fan mogen noemen, maar een opmerking van Vlek. En die is ook een beetje gericht aan jou, Jaap. Oh, is goed. Kijk, Van Vliet met zijn idee uit vervlogen tijden, met naast zich de zuurste meningpoeper van het vastgeroeste deel. Van de professionele wielervolgers. Wat vinden we daarvan, Michael? Ik moet hem even heel goed lezen, want het is Van Vliet met zijn idee. Vroegtijdig met naast zich de zuurste meningpoeper van het vastgeroeste deel van de professionele wielervolgers. Ik denk dat deze mensen zo'n soort opmerkingen gewoon niet... Nee, dat doen ze ook anoniem. Dat vind ik altijd wel grappig. Maar dat is deze tijd. Maar je moet hem gewoon een keer uitnodigen. Ja, maar hoe zit het dan? Wat eigenlijk de vervolgvraag was, er is natuurlijk een hoop shit over jou heen gestort de afgelopen jaren, omdat die koers niet mooi was. Hebben diezelfde mensen zich ook gemeld nu het wel heel mooi was? Er zijn een paar mensen, dus toen ik het parcours openbaarde, die via Facebook of wat zei van ja de Amstel Gold Race is de Kouwberg. En er zijn er gewoon een paar bij geweest die mij een appje gestuurd hebben. Dat was een Leo, we zaten er helemaal naast. Ja. Dus dat vind ik wel sportief. Ik heb er ook wel gezien die er dan nog een draai aan geven. Dat ik denk van ja, wat bedoelen ze nou? Want of hebben ze een andere tv gehad gisteren? Ja, dat ze gewoon wat cool is. Ja, weet je, het gaat mijn rug op. En dat heb ik ook. Ja. Jaap, jij wilde nog een tweet bespreken. Ja, ik zag letterlijk tekst er nu meer in mijn hoofd. Ja, volgens mij hebben we hem voor. Oleg Tinkoff, dat is eigenlijk op dit moment het grote vermaak in het wielrennen. Die man heeft over alles een mening, is daar ook heel direct in. Hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren gewerkt met Alberto Contador. En dan zal tussen die twee mannen echt iets fout gegaan zijn. Maar er gaat een ongelooflijke harde tweet overheen. Ja, jij hebt goede contacten binnen, of je had goede contacten binnen. Enig idee wat daar is gebeurd? Ik heb geen idee wat daar is gebeurd. Het zal wel een botsing van karakter zijn en ego, zo werkt dat. Die Oleg Tinkoff heeft echt het grootste ego wat ik ooit in de sport ben tegengekomen. Maar dat die man zich iedere keer als een groot kind loslaat met dit soort tweets. En denk ik, als jij nou toch een van de grootste bierbrouwers van Rusland bent, dat is hij. Weet je wie nog een mooie tweet had? Ja, wie dan? Bram Tankink. Die had de zwaarste race. Amstel Gold Race is de zwaarste race geweest die hij de laatste jaren gereden heeft. Met de hoogste wattage heeft hij verbruikt. Dus dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, want ook qua uitvallers, je zou zeggen, het parcours is misschien
minder zwaar geworden dan het was. Maar qua uitvallers... Waren er heel veel uit. Nou ja, evenveel als de afgelopen jaren zag ik. Ja? Dat scheelde bijna niet. Maar het was toch niet minder zwaar, het parcours? Of? Nee, er werd toch gezegd dat het... Eén keer Kouberg eruit is, dat het minder zwaar is. Het is natuurlijk ook zo. Het zijn natuurlijk de renners die het maken. Ja. Daar op een gegeven moment, ja, dan moet je toch de weg naar huis. En dat het vaak is de weg gewoon volg, is de kortste weg. Ja. Ik denk op het moment dat BMC rijdt, dat ging het zo schofterig hard. En dat is ook op een deel wat gewoon heel lastig is in het parcours. Ja. Wat constant zo is, waar de wind blaast. Dat zie je niet altijd op tv, maar dat weet je wel uit ervaring, dat gewoon de lastigste gedeeltes zijn in een koers. En de wind speelt ook wel een hele grote rol. Ja, tuurlijk. Speelt een hele grote rol. Leo, is wel eens overwogen om de naam van de wedstrijd aan te passen, want het is Amstel Gold. Nou, brouwen ze niet meer? Nee, daar zijn ze niet vorig jaar mee gestopt. Maar voor de rest maken ze nog genoeg bier wat wel smaakt. Ja, maar niet om dat stukje gold eruit te schrappen. Nee, er is natuurlijk wel eens een keer geopperd. Dat Radler is natuurlijk heel populair. Ja. Zei Amstel Radler race, maar ja, dat is natuurlijk... Klinkt wel erg Duits, hè? Nee, ja, maar dan heb je nog heel lang blijft het hetzelfde. Dus ik denk dat het... Nee, dat gaat... Nee, dat geloof ik niet. Maar is het toch al een beetje... Vroeger, toen ik kind was, dan was het altijd de cold race. En nu spreekt iedereen eigenlijk over de Amstel. Er zijn nog steeds dingen... Ik zag van de week een artikel. Dat deed de NOS. Nee, er zijn nog steeds mensen... Dat vond Leo altijd heel vervelend. Die nog steeds altijd gold race tegen mij zeggen. Of Danny Nelissen zei het gisteren ook nog. Maar is dat... Ook altijd over de gold race. Is dat uit principe, denk je, dat ze... Ja, er zit natuurlijk een story... Vroeger had je het Limburgs Dagblad en de Limburger. En Jean Nelissen zat bij de Limburger. En het Limburgs Dagblad is partner, nu nog steeds, van de Amstel Gold Race. Ja. Dus, nou ja. En die schreven altijd de Gold Race, dus die geen partner was, Jean Nelissen. En die zijn gefuseerd. En in dat bedrijf zijn nog steeds mensen die vanaf de Limburger kwamen. En die schrijven nu, zelfs tot en met zaterdag heb ik gezien, nog steeds de Gold Race. Ah, dat Danny toch niet? Die is toch niet zo... Maar die heeft het ook gezegd. Die zei het inderdaad wel. Maar dat kan een beetje... Ja. Ik zeg bijvoorbeeld altijd Amstel. De Amstel. De Amstel, niet, ja. Niet, ja, maar dan... Nou ja, maar dat maakt mij juist ook niet verder uit, joh. Ja. Hey, dan nog het stukje van CCC, wat in het nieuws kwam met de gestolen fietsen. Is dat iets waar jullie... Als wedstrijdorganisatie nog kijken of er iets aan te doen is. Wij kunnen teruggevonden dat wel. Ik zag ze van de week trainen en de volgende dag las ik dat al die fietsen gestolen waren. Eén ding is zeker, ik weet niet of je die fietsen op televisie gezien hebt. Je moet ze overspuiten als je een dorp hebt. Bij de tourversie zijn ook heel veel fietsen gestolen. Ja, nou dat gebeurt ook wel. Vooral in hotels. Hè. En op een of andere manier, ja, het is een paar jaar geleden, het is wel een gehoor. Maar wat ik dan weer positief vind, want dat blijkbaar heeft dan de Limburgse politie wel capaciteit gemaakt voor goed onderzoek. Die fietsen van CC waren we vrij snel weer terug. Nou ja, ik vind het is dat een heel vreemd verhaal. Ik heb het in de Tour de France in 1984 gehad met een nieuwe fiets. Ik kon nagaan dat ook alle fietsen gestolen. Niet allemaal gelukkig, maar... Nee, het gebeurt natuurlijk ook vaak. En een maand geleden nog bij de Volta Limburg. Het wordt goed over nagedacht. Ja. Alleen ik begreep in dit verhaal dat die bus niet op het alarm stond. En normaal zitten die auto's altijd tegen de muur. Goed, gaan we door naar de prijsvraag. Want iedere week gaan wij kunnen jullie kans maken op een prijs. En deze week is de vraag, wat was de eerste wedstrijd die Theo Bos won als wegrenner? Weet je erop het antwoord? Hashtag WFLive op Twitter. Laat het daar weten. Nou, weten wat kan je winnen. Aanstaande zaterdag geeft hij een baanclinic in Apeldoorn, georganiseerd door Beat. Daar is hij onderdeel van, de wielerclub. Wil jij dus kans maken op die prijs en onderdeel te zijn van die baanclinic van Beat? Geef een antwoord op de vraag, wat was de eerste wedstrijd die Theo Bos won als wegrenner? Maak we komende week bekend wie de gelukkige prijsvraagwinnaar is. Gaan we door met de stelling. En dat heeft ook een beetje met de Amstel Gold Race te maken, in ieder geval met Nederlands wielrennen. De stelling die luidt, er moeten meer Nederlandse koersen op profniveau komen. Wat vind jij daarvan, Jaap? Ja, ik vind het principe is goed, maar ik denk dat je dan wel selectieve koersen moet hebben. Ik denk niet dat je weer voor de lol een wedstrijd in Friesland moet gaan organiseren, bij wijze van spreken.
Ik denk dan echt dat je in Limburg, dat je daar misschien een serie wedstrijden zou moeten neerzetten. Maar ik denk dat er een veel groter probleem is. En dat is de wie gaat dat betalen. Je merkt dat, kijk, sponsoring van wielrennen is in Nederland een groot probleem. Ik durf er keihard de stelling aan dat er in Nederland nooit meer een bedrag voor een wielerploeg wordt vrijgemaakt. Vergelijkbaar met wat vroeger Rabo, TVM en PDM dat soort teams deden. Dus er gaat minder geld aan de wielersport. Nou, Leo weet wat het organiseren van een grote koers kost. Ik denk dat het al die plannen als stranden op de hele financiering is in Nederland op dit moment niet meer te doen. Nou goed, maar zijn er in ieder geval te weinig? Nee. Ik vind niet dat er te weinig zijn. Ik denk dat het ook selectief je moet goede wedstrijden hebben. Maar als je kijkt in een klein land als België, dat wekelijks... Ja, maar dan kom je precies op het verschil. Kijk, we hebben in Nederland, we hebben toevallig de laatste tijd een paar keer gesprekken gehad over... Ja, we moeten eigenlijk de wedstrijden in Limburg, want dat, wat Jaap zegt, ja, daar gaat het om. Daar kun je mooie koersen maken. He, we hebben de Volta Classic, we hebben de Ronde van Limburg, we hebben de drie landen. Ja. Kijk, die wedstrijden zouden geüpgrade moeten worden. Maar het enige grote probleem daar is geld. Ja. Ja, we hebben hier het aantal Nederlandse profkoersen. Ja, en er speelt nog wel iets mee. Kijk, in België heb je inderdaad hele series wedstrijden in Vlaanderen. Maar daar is op een of andere manier een ontzettende magische driehoek ontstaan van commercie. Zeg maar VIP-tenten, televisie en sponsoren. Maar in België in een VIP-tent, 300 euro is... Dat is gewoon... Dat wordt lachend betaald. Als ze maar die kaart op hebben in België. Maar, dat is... maar merk je in Nederland dat de zuinige Nederlander dat niet doet? Nou ja, wij hebben een mooie VIP-tent. Maar in Gent-Wevelgem hebben ze gewoon 4.500 mensen. En wij hebben er 1.500. Ja, precies. Maar ook gewoon de sponsor. Maar om Nederlander is het gewoon nuchter. Weet je, wielrennen is... Ja, dat, alles is wielrennen. En als je maar langs die straat kan staan... En er komt in België nog iets bij, Leo. Dat is dat de Sportza, de VRT... ook een buiten gewoon veel aan wielrennen doet en niet even en alleen verslag van Rutte. En gewoon verslaggevers de VIP-tent instuurt, artiesten langer stuurt. Nee, ja, maar bij Gent-Wevelgem ben ik wel eens geweest. Dat, bij ons loopt het in de VIP-tent het gewoon leeg, want iedereen gaat weer naar huis. Die moet de volgende dag werken of het is tweede paasdag. Dat is vaak nog een veel grotere reden om naar huis te gaan de volgende dag. Of tweede paasdag. Ja. Maar als je in België hebt, dan is er gewoon daarna... Weet je, dan gaat er een tandje bijgezien en dan komt er ineens een band binnen en dan gaat tot 12 uur s'nachts nog door. En dan zijn ze van 's morgens 10 uur, staan ze al op hier. Maar zou het helpen als er meer uitgezonden zou worden? Nou, niet meer uitgezonden. Nee. Maar er moet ook plek zijn trouwens voor koersen. Nee, koers meer in samenwerking. Nee, de agenda is natuurlijk ook een probleem. Ja, de agenda is een probleem. En koers in België, zijn allemaal koersen met historie. Die zijn al zo oud. En als je dan nu in Nederland nog eens... Als je nu nog een nieuwe koers gaat maken in Nederland, dat je dan weer een bepaalde status opbouwt. Nee, en weet je, het is... Niet. We hebben natuurlijk de Amstel Gold Race, we hebben mooie wedstrijden. Super, dat initiatief van die mensen. Maar ja, ik hoor alleen maar van dat het geld het probleem is. Het geld is echt en voor het wielrennen totaal in Nederland is het helemaal niet nodig. Want internationaal kan je overal rijden als je die koers in België... Dus. Ook hier is door onze kijkers op gereageerd. Laten we even kijken naar een van hun reacties. De Leone, die zegt... Sprint of Vaaien Classic met finish op Neeltje Jans is een goede. En die Hammerkoers. Nou, dat zijn ook twee wedstrijden die er gaan komen. Hammerkoers is inderdaad top, ja. Ja, dat is trouwens ook nu niet meer rond de Kouwberg. Dat zou eerst het geval zijn. Blij dat ze de Amstel Gold Race Kouwberg niet aandoen, Leo? Ja, ik denk dat wij zitten op de Kouwberg. De rest moet daar vanaf blijven. Dat moeten ze zelf weten, maar ik vind dat wij op de Kouwberg moeten zitten. Ja. En dat hebben we denk ik het weekend ook bewezen. En die koers, ik vind het initiatief heel goed. En we moeten gewoon kijken wat het is. Ja, in oktober wel nog de Tax Pro Classic in Zeeland. Is dat wel, Michael, is dat wel nog een plek waar in ieder geval het waard zou zijn om een mooie koers te hebben met de Zeeuwse wind? Nou ja, dat moet zich ook allemaal uitwijzen in de toekomst. Ik weet het niet, dat is lastig. Volta. Kijk, het is ik denk, kijk, in oktober zijn een hoop renners uitgereden. Weet je, dan heb je het WK gehad, de Vuelta is geweest, WK is geweest. Ja, en dan zie je toch dat een hoop renners niet meer zoveel moraal hebben om nog een hele grote koers te gaan rijden. Dus dan moet je ook afwachten wat dat gaat worden. Tuurlijk kan dat wel wat zijn met waaiers, want dat is ook leuk. Weet je, dat is ook een facet van het wielrennen wat mensen leuk vinden om te zien. Maar het is altijd een beetje afwachten. Ik denk dat we genoeg koersen in Nederland hebben. Er zou iets meer op tv mogen komen, vind ik. Ja. Zo'n Volta Classic, wat op zich een hele aardige wedstrijd is. Maar die wordt wel uitgezonden. Ja, maar niet door de nationaal. Ik vind dat L1 in Limburg buitengewoon groot compliment verdient voor de wijze waarop zij wel wielrennen in beeld brengen.
Dus degene die het wil zien, kan het gewoon brengen, want je kan het een heel Nederland. Ja, dat kan, maar ik vind dat ook dat zoiets ook op een nationale omroep daar iets meer aan zou mogen doen. Maar ja, die moeten ook keuzes maken. Die moeten ook keuzes maken, ja. Is het lastig om de Amsterdam Gold Race op beeld op televisie te houden? Nee, denk ik niet. We hebben het contract dit jaar weer verlengd met de NOS. En het mooie is dat het ook in dat contract voor de komende 4 jaar, dat er gewoon de dames erin staan. Ja. En dat moet ik het de NOS een heel groot compliment geven. Perfect in beeld gebracht, ook de dameskoers. Ja, en die hebben ze nek uitgestoken. Die hebben altijd gezegd, dat was ook een van de redenen. De NOS zei, joh, die hebben mij ook wel eens in gesprekken. Zei ze, ja, als jij de dames gaat doen, dan gaan wij het uitzenden. Dus op het moment dat wij zeiden, nou, we gaan er nu echt serieus naar kijken, ben ik ook als eerste naar hen toe gegaan. Ik zei, jongen, jullie hebben dat gezegd. Zo waren er meer partijen die, want ook daar werd ik natuurlijk een beetje aangevallen. Alleen dat, weet je, mensen snappen ook niet dat dat ook niet is. Ook zo'n dameskoers kost veel geld op de manier zoals je het wilt doen. Ja. En je ziet zelf hoe moeilijk het geld opgehaald moet worden. En, nou, al die partijen die heb ik benaderd. Ik zei, jullie hebben gezegd dat jullie, oké, we gaan meedoen. En nou, uiteindelijk is er een mooi pakket. Maar de basis is toch ook dat het live uitgezonden wordt op de NOS. Absoluut. Ja, dat is gelukt. En als je het zag hoe het eruit ziet. Dat is perfect. Compliment. Ja. Ja. Woensdag mogen zij ook weer aan de slag. Net als de mannen in de Waalse Pijl. Zondag luik Bastenaar Kluik. Ik denk dat ik het antwoord op deze vraag al ga weten. Maar naar welke koers kijken we liever? Michael? Aan de Waalse Pijl kost je minder tijd als je nog wat werk moet. Woensdagmiddag. Ja, ik vond de laatste jaren de Waalse Pijl ook nou niet echt een verwennerij om naar te kijken. Maar ja, je kijkt altijd wel omdat je wielerhard hebt. Maar ja, Luik is ook voor mij weer zo'n zondag dat ik in principe de hele dag voor de... Zou Luik nou ook anders schreven? Want dit is ook de laatste jaar. Nou ja, ik denk dat het ligt ook weer aan de renners. We komen zo meteen bij. Laten we eerst eventjes Luik doen. Ja, ben je het eens met wat Michael zegt? Liever... Ik ga liever naar Luik. Ik vind het inderdaad... Hoewel een hoei altijd daar wel heel grappig is. Want het is wel een heel sfeertje daar. Het is wel een sfeertje daar en het is altijd wel heel grappig als dat hele peloton naar die berg staat. Het is altijd wel mooi van dat je denkt van die spanning, maar daar heb je die rest van de koers niet voor nodig. Je weet waar het gaat gebeuren, alleen het is heel lang wachten. Het is altijd wel, je kan even zien, je springt eruit. Ja. En het is dus wel de enige heuvelklassieker waar we dus geen sink gaan zien. Gaan we dat is wel weer een extra dimensie. Valverde. Die kan daar zo. Vijfde. Die hebt toevallig ook al aardig gereden. Ja, ja. Die is lekker op de reep. Ja. En overal. Ja. In de Amstel dan 19e. Ja, maar dan zie je de Amstel de zwaarste koers is. Met de hoogste wattage. Ja, goed. Op wie is het nog meer letten? Want ja, Joubert gaat niet rijden. Alaphilippe die is er ook niet bij. Ja, er zijn wel weer andere renners, denk ik. Ja, er komen andere renners. Ik denk sowieso van verder. Die Albassini is goed. Die was verleden jaar ook heel goed in de finale. En wat denk je van Avermaet? Goh, ja, die zal er een beetje uitgereden zijn. Denk ik. Ja, hij is wel eens een keer achter geweest, denk ik, in zijn beginjaren. Ja. Ik denk ook gisteren dat, bijvoorbeeld dat ze dan met z'n tweeën niet bijkomen, dat werkt ook. Dat die vermoeidheid of dat kan ook op je moraal. Maar het zijn natuurlijk wel speciale van Aarde. Ja. Van Avermaet. Ja, ik denk wel wat ik hoop natuurlijk weer is dat iedereen nu wel de ogen geopend zijn. Dat ze ook nu weer op Redoute eens een keer. Het gas vol open draaien. Ja, en als ze dan Assen over Luik hebben, dat blijft een wedstrijd die ze, dat is een weliswaar een monument, maar die blijven ze ook maar de finale van hertekenen. Dit jaar opnieuw een aantal bergen die er... Wat is er mis? Want dat las ik ook de laatste, ook vandaag of vorige week. Ja, veel veranderingen bij de Amsterdam Gold Race. De Ronde van Lombardije is al 100 jaar niet hetzelfde geweest. Kijk, zo hadden we de Ronde van Vlaanderen. Ja, nu ook. Vernieuwt zich ook steeds. Ja, nu ook in Luik-Bastenaar-Kluik aantal, nou toch wel maar iconische kan hij nog? Ja. Bergjes die ze er... Ja, de Wannen en de Haut-le-Fay zijn eruit. Ja. En nu is... En ook die Ruud Nagnot, die laatste kasseiklim, die ze de afgelopen jaar in hadden. Die is er ook, hebben ze er ook weer eruit. Luik is zo zwaar, weet je dat. Maar eigenlijk maakt het niet uit of ze naar de Wannen oprijden of die andere. Dat is wel de grote boodschap, ook voor de Amstel Gold Race. En dat is mij wel duidelijk geworden. We zullen moeten inspringen op wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Ja. Maar ik heb nog wel een paar leuke dingetjes. Dus ik heb er wel moraal van. Nou, maar daar kan ik niks van zeggen. Nee, je zei het al, ik geloof in een interview met de NOS dat je nog wel een paar punten had die je zou willen... Nou ja, ik had vorige week nog een paar dingetjes. Noem eens wat. Maar je moet het toch een beetje spannend houden. Nou ja. Noem eens wat, kom op. Nee, maar zijn het dan parcours? Nee, maar dat zijn hele kleine dingen die waardoor het nog beter kan worden. Ja. Maar die hou je nog eventjes voor jezelf. Die wel met de verandering van gisteren te maken had. Maar die hou je nog eventjes voor jezelf. Ja, precies. Dan kom je dan wel een keertje hier nog aanschuiven om met...
Goed. Ga ik het hier vertellen? Ja, goed, hou dat te goed. Ga ik het iedere week aan je vragen? Nee. Luik, ja, geen pools? Dat is jammer. Nou, ik vind het een beetje, voor mij is Luik, over het algemeen heb je wel 5-6 namen per klassiek. Ja. Ik vind Luik heel moeilijk voorspellen. Zou misschien, ik hoop dan een beetje op een verrassende, maar die zie ik ook nog niet meteen. Ja, verleden jaar bijvoorbeeld, ik denk dat er heel weinig mensen pools hadden gespeeld. Dat vind ik het leuke maar van Luik. Eigenlijk was het ook niet zo'n heel interessante wedstrijd. Die koers is lood en loodzwaar. En dat is wat je op het laatst daar allemaal nog krijgt, dan is het dan, misschien wel logisch dat ze niet op Redouto in de havel trekken. Want dat is een sloopkoers. Ja, maar dan zie je wel dat andere renners meer kansen maken. Ja. Het veld wordt breder. Ja. Maar kijk, in Luik is wat je bijvoorbeeld verleden jaar zag in Luik, dan Albassini was tot de laatste 400 meter de beste man in koers. Poels moest zelfs nog op die kassei klimmen, moest hij wel net niet. Maar als je hem dan die sprint ziet winnen, is gewoon met overmacht. Ja. En dat is Luik, weet je. Dat is, daar, ik heb dat zelf ook ondervonden in 2003. Ik reed alleen weg, ik loste Bettini. Ik denk, win Luik. Ja, er kan niks meer gebeuren. Het is nog 1,5 kilometer. Ja. En Hamilton komt me voorbij en ik... Ik kon hem gewoon niet volgen. Dat gebeurde allemaal in de laatste 2 kilometer. Ja. En dat is typisch Luik. In een andere koers voer je dat hij een beetje... Lachen, ja. Dat hele verhaal staat in het boek van Hamilton. Ja. Ja. We weten achteraf ook waarom Hamilton zoveel snelheid had. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik ging er gewoon af, weet je. Ik kon niks meer. En dat zag je verleden jaar met Albassini. En daarom is Luik heel onvoorspelbaar. Dan worden ze soms gewoon... Uit het wiel gelost nog op die laatste Rude Als, zeg maar. Wat eigenlijk helemaal niet super stijl is. Maar daar is... Nee, maar Michael, jij kent Pieter Wening goed. Als Pieter Wening in de finale erbij zit en hij heeft niet te veel last meer van die knie. Nee, Wening heeft 3 weken niet gefietst. Nee, dat is precies, gevallen dat en dat gaat hem niet meer. Nee. Nou, die wil geloof ik alleen wat koerskilometers gaan opdoen. Maar misschien zitten we ernaast, joh. Ja, wie verwachten jullie als winnaar? Duurt jullie een voorspelling te maken? Nou, ik zet voor beide wedstrijden zeg ik toch wel verder, maar die is wel heel makkelijk. Ja. Nou ja, Valverde is wel een man, die hebben natuurlijk al een aantal keer gewonnen. En die kan in die koers, kijk in de Amstel gisteren kon hij niet wachten. Want daar gaat niemand eraf rijden op. Ja. Maar die kan wel, Valverde kan wel spurten tegen zijn grootste concurrenten in Luik. En die kan gaan durven wachten. En die heeft ook een ploeg natuurlijk die de koers in controle kan houden. Dat is. En voor mij is dat ook nog wel de grootste favoriet. Maar hebben jullie gisteren gezien dat die Henao, dat die ook heel goed... En die is eigenlijk beter in ik denk dat Luik nog beter voor hem. Ja, dat zal hem nog beter liggen, ja. En dat zou ook een verrassing kunnen. Ook die andere die mee zat, die Izaguirre van Bahrein. Bahrein. Dat zijn allemaal, eigenlijk moet Luik die mannen liggen Luik veel beter. En dat... Normaal gesproken, en dat zie je eigenlijk ook met Valverde, want Verde is altijd wel oké geweest in de Amstel, maar nooit... Nee, het is eigenlijk ongelooflijk dat hij de Amstel nooit gewonnen heeft. Het is 100% de koers op zijn. Ja. Ja. Dus komende week nog meer koers. Vandaag is ook de Tour of the Alps gestart. Die duurt tot en met vrijdag. Morgen start ook de ronde van Kroatië. Woensdag dus de Waalse Pijl voor mannen en vrouwen. Zaterdag de Arno Wallert Memorial. Het is wel weer een UCI-koers in Nederland. En de EPZ-omloop van Borselen voor vrouwen. Zondag dus Luik Bastenaken Luik voor mannen en vrouwen. En nog een wedstrijd in de topcompetitie, de Ton Dolbans Trofee. En die is dan weer in Limburg. Zijn er nog genoeg wedstrijden? Dan? Ik wil zeggen, twee Nederlands in 1 week, ja. Ik voel net al de leukste om uit te kijken, toch wel Luik? Luik, ja Luik. Goed. Gaan wij nog door met afgelopen weekend was ook het WK baanwielrennen. Daar nog wat van meegekregen? Nee, sorry, Kirsten Wild heeft wel 2 medailles, geloof ik. En dat was een verrassing. Ja. Maar ik heb er niks van gezien, ik heb het wel gelezen. Ik heb het ook langs me heen laten gaan, helaas. Ja, maar die jongen was wel een verrassing. Ja, die Harry Lagrijs. Tweede op de... Ik hoorde wel wat berichten uiteraard, maar... Ja. Kirsten Wild vind ik wel. Als je ziet hoe die er altijd staat en zoveel... Ja, en al zo lang. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Kijk jij veel baanwielrennen, Michael? Nee. Dat is de discipline niet. Ik had wel een vraag voor jou, Jaap. Want René Wolf, de bondscoach, die stopt. Volgens mij tot grote teleurstelling van de mensen. Maar de KNWU deed een nieuwe vacature via Twitter. Ja, geweldig. Ieder grote mensenbedrijf doet dat. Nee, ik vind het volgens mij iets voor jou, Leo. Nee. Jij hebt al een keer bondscoach. Jij hebt al een keer de zesdaagse ooit gereden, toch? Ja, ik heb wel zesdaagse. Ik heb gezien in de tweet. Kijken. Een beetje nieuwe manier van het werken. Ik vind het wel goed.
Want kijk, het je haalt het een beetje uit het Old Boys Network. Bij dit soort benoemingen worden vaak in hele kleine clubjes wordt er rondgekeken. En ik denk dat dit de mogelijkheid heeft de verrassende kandidaten opduiken. Theo Bos, heb ik gelezen, dat hij ermee wil stoppen. Zou dat niks van hem zijn? Nee, ik las het wel ergens. Nee, nee, ik las wel ergens dat hij ook al gelinkt werd. Ik weet niet of het al aan hem gevraagd is. Je hebt nu het voordeel dat je waarschijnlijk heel veel out-of-the-box kandidaten krijgt. En als daar een hele goede bij zit. Ja. En als je alleen een bepaalde in het wielerkringetje ronddraait, dan heb je 2-3 namen. En die kunnen wij hier misschien ook wel bedenken. Maar moeten we dan... Danny Blind is ook vrij. Danny Blind? Nee, maar ik vind Theo Bos Van Gaal. Zou het nog wat zijn om nog een keer voor jou een terugkeer te maken bij de KNWU? Nee, dat heb ik één keer gedaan. Dat vond ik leuk. Maar... Nou, ik vind toch, Leo, dat jij nog één keer het kunstje moet doen als ploegleider van een grote ploeg. Als teammanager. Nee. Profteam. Nee? Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. We hebben er al eens heel veel over gesproken. Dus, nee, we zijn er ook wel eens dichtbij geweest. Ja, nee, maar dat is toch niks voor mij. Joh. Nee. Ik ben heel blij en zeker na gisteren wat ik aan het doen ben. Ik doe het al 23 jaar. Ja, mijn hart ligt er gewoon. Ja. Zit er eigenlijk... Ja, maar ik bedoel het eigenlijk anders, Leo. Als jij nou kijkt naar zoals die Nederlandse ploeg op dit moment worden aangestuurd. Denk jij dan niet van, nou, dat zou ik misschien wel beter doen? Nee, helemaal niet. Okay. Ik denk dat het ook niet echt wat voor mij is. Dan heb je het over teammanager. Nou ja, ik heb natuurlijk ook een groot familiebedrijf gehad met veel mensen gewerkt. En ik werk nou wel met mensen, maar ik heb niet direct met Roy Parkbier in Limburg. Die heeft mensen. Ja. Ja, ik ben 61. Ik geniet. Maar, ik fiets zelf ook veel. Dus mijn vrijheid en wat ik doe, dat vind ik heel leuk. Ja. Maar het zit natuurlijk heel erg geconcentreerd in april. Is niet zo dat je denkt, ja, die rest van die... Maar mijn minste werk, deze week is druk, maar mijn meeste werk zit er toch in de rest van het jaar. Zeg maar, ik moet 1 januari wel alles gedaan hebben. Hè. Ik doe ook de sponsoring en alle nieuwe dingen. En dat betekent veel bij de sponsors langsgaan? Nou ja, niet veel, maar alles bij elkaar, ja. Ja, het is toch gewoon heel veel werk. En ja, maar ik heb ook jaren gehad, ik heb de Amstel Curaçao race gedaan. En deed ik Michael Bogert zijn toertocht. En nou, ik vind het ook leuk om zelf een beetje te fietsen en de krant een uurtje langer te lezen. Ja. Michael, zou je nog iets voor jou zijn ooit, bondscoach? Goh. De vraag. Jij kunt het goed vinden met energie in de kamer. Ja, voorlopig ben ik nog een paar maandjes geschorst. En dan hoop ik gewoon weer terug te gaan naar Roompot. Maar bondscoach heb ik altijd wel gedacht. Van, het lijkt me wel wat om 1 keer per jaar met de beste Nederlandse renners op pad te gaan. En zeker meer. Maar dat komt weer meer om het feit dat ik het WK was voor mij. Na de Amstel was dat de belangrijkste wedstrijd in dit jaar. Nee. Ja, WK vond ik altijd... ik heb alle WK's gereden toen ik prof was. Dus van mijn eerste jaar tot mijn laatste jaar. Ik vond dat heel speciaal. Speciale sfeer. En ja, maar het is ook een moeilijke functie, hoor. Het is wel een eer om te doen. Maar het is moeilijk. Kijk, een voetbalcoach, dan komen ze naar Noordwijk en dan heb je ze 3-4 dagen. Ik heb 1 keer een trainingskamp georganiseerd toen in dat jaar van Valkenburg. Daar hadden we 35 uitgenodigd. Er zouden 8 komen en er kwamen er 6. Ja, dat is gewoon moeilijk. Ja, dat ik, maar wordt het wel goed, want daar ligt natuurlijk ook, net als de voetbalbondscoach, wordt een hoop kritiek op geuit als het kan. Wordt het onderschat? Ik denk dat het meer een beetje een erebaan is. Het is een erebaantje en het is... Je moet iets smeden, dus ik heb het op mijn manier gedaan. Ik denk, ik heb helemaal geen verstand van trainen of weet ik het. Je moet het doen. En als je ziet dat wij in dat Nicky Terpstra bijna won in Australië. Ja. Maar dan hadden we echt een team. Je was ver van huis, je was daar eerder. En ja, er waren wat dingen en ik kon, weet je. Het is natuurlijk altijd heibel, bijna binnen een Nederlandse selectie, om die neus te zijn. Ja, Valkenburg was het totaal Dat zijn wel klussen voor jou. Huh? Dat zijn wel klussen voor jou. Ja, maar dan in Australië... Jij bent people manager. Nee, maar in Australië dan was het eten niet goed. Ik zei, weet je wat, we gaan gewoon lekker naar een restaurant. En nou ja, dan zei ze, ja, wie moet dat dan? Ja, ik zeg, ik betaal het wel, dan zien we het wel. Maar kijk, dan win je die renners. Dan, weet je wat, zij zei, ja, we kunnen toch niet op een blik smekken rijden. Nou ja, maar zo ging het wel. En dan op het laatste dag, wij hadden niet een hotel daar in Melbourne. Ja, op het laatste heb ik nog geregeld dat we daarheen gingen een dag ervoor. Want alle ploegen zaten daar. Weet je, dan win je die renners en dan krijg je iets. En nou ja, dat jaar daarna reden we in Denemarken. En ja, dan was dat helemaal niet nul. En dan... Goed, gaan we tijd voor het afsluitende onderdeel, de wielendreun. Hebben jullie al in gedachten? Ja, ik heb hem tijdens dit gesprek gekregen. Goed, ga er naartoe lopen.
Jaap, ga jij maar staan alvast. Ja, want bij de wielendreuners geven we iemand een zetje in de rug. Of juist een tik op de neus. Jaap, wie gaat het worden? Eerst even kort uitleggen wat het Sam, gaat worden. Sam Omen. Ik vind dat, die volg ik al een tijdje zo van afstand op tv en ik lees erover. Ja. Dat vind ik zo'n mega talent. En die gaat ook de Waalse Klassiekers rijden, ik denk voor het eerst. Dus gisteren wel gevallen, dus is maar de vraag in welke ik heb wat zitten appen vandaag met zijn ploegleider. Ik heb het idee dat hij gewoon het weekend rijdt. En dat is nou een jongen, hij zal niet winnen. Hij zal ook niet mee voorin zitten. Maar dat is wel een jongen voor wie dat twee hele belangrijke wedstrijden. Zet je in de rug voor hem dus. Zet je in de rug voor hem. Dat is een heel klein setje. Ja. Heel klein setje. Laten we hopen dat hem... Nou, het is een klein mannetje. Dat hem dit gaat voelen. Leo, voor jou, wie gaat het worden? Ja, ik... Door dit gesprek ben ik erachter gekomen. Ik ga Michael Bogert een push geven. Of eigenlijk de UCI een push geven. Dat ze Michael veel te zware straf hebben. En als ik hoor praten. Dan denk ik, die jongen passie. Die moet zo snel mogelijk. Die moet gewoon 1/3 strafkorting krijgen. Wat normaal is in Nederland. En dan kan hij gewoon nu weer snel achter in de ploegleiderswagen. Dus hij geeft hem een harde klal. Nou ja, kijk. Oh, wacht even. Kijk, daar gaan we even hard overheen. Ik denk dat dit... De tweede beste klap is. Ja, maar zo bedoel ik het ook. Precies, ja. Goed. Nou, daarmee sluiten wij de show af. Volgende week zijn we er weer terug. Dan zien we jullie graag weer om 9:30 op maandag. Mazzel.